Goedemorgen, het is vandaag maandag 23 augustus. Goedriek lag ineens niet meer naast me. Hij lag wel naast me toen ik gisteren ging slapen. Dus misschien dat hij niet kon slapen, dat hij dacht ik ga eruit. Maar ik laat hem lekker liggen, want je raadt nooit wat ik ga doen. Ik ga met mijn ouders naar de Nike Clearance Store. En mijn moeder is nog nooit geweest en mijn vader wel. En ze wilde graag gaan. En mijn broer Hidde wilde ook graag gaan, maar die kon niet. En we hebben meerdere keren geprobeerd te plannen, maar ja... horeca leven, dus uiteindelijk hebben we nu toch gewoon gepland. En ga ik voor mijn broer kijken, want ik heb zelf dingen nodig. Goedriek ook niet, ondanks dat het pakket dus in Portugal niet is aangekomen. Ja, echt bijna 200 euro aan spullen. Je weet het niet, misschien komt het nog. Ik heb nog een heel klein beetje hoop. Maar we gaan het niet nog een keer doen, want ja, als het dan weer niet aankomt. Oké, jongens. Change of plans. Ik ga naar mijn ouders, want mijn vader heeft de lampen aan laten staan. Dus de auto wil niet starten. Ze zouden eigenlijk naar mij toe komen. Ze zouden vanaf mij met de auto gaan. Maar dan pik ik ze natuurlijk gewoon even op. En dan kunnen we straks op de terugweg zijn auto even een... Ik hoop in ieder geval dat hij startkabels heeft, want ik heb die niet. Maar dan kunnen we hem even een oplawaai geven. En dan kan hij ook... Ik heb een mini beetje paniek en ik weet niet of je het merkt. Deze batterij zou helemaal vol moeten zijn. Ik heb hem nog gecheckt. Maar hij zegt dat hij leeg is. Terwijl die andere die erin zat, die had ik er gisteren in gedaan. Die moest ook niet leeg zijn. En mijn camera blijft zeggen dat hij leeg is. Dus hij blijft uitvallen. Dus of het ligt aan de opladen van de batterij, of het ligt aan de camera. En ik hoop eerlijk gezegd het eerste. Maar ja, ik kan dus elke keer iets van 20 seconden filmen en dan valt hij uit. Misschien dat je dat merkt. Maar korte beelden. Daar houden we het gewoon even op. Ellie, hoeveel paar schoenen ga jij kopen? 31. Ik heb nieuws voor je. Nou? Je vader moet betalen, dus hij bepaalt. Oh. Hoezo? Oh, oh. Nou, hoeveel schoenen mag ze? Ik heb een bepaald bedrag in mijn hoofd. Oké. Okay. En daar moet ze onder blijven. Oké, okay. En het is voor jou en voor haar? Of? Ja, okay. Voor mij en haar. Dus stel dat jij 5 paar neemt, dan is zij pech. Ja. Oké. Okay. Ik dacht eigenlijk aan 2 tientjes. Ja, dat zou mooi zijn. Van jou vind ik heel mooi en die waren 25. Die witte, ja. Ja. Ja, ik heb ze speciaal aangetrokken vandaag. Ik wist niet dat jij ook maat 46 had. Heb je daar ook slippertjes? Ik wilde ook even bij de baby kijken, want Suus had al wel... Baby? Nee, ja, bij de baby. Heel wat vertellen zo. Nee, dit is niet de aankondiging. Maar Suus had ook tussen neus en lippen door even gezegd, ik heb ook nog geen Nike's voor de baby. Oh ja. Dus ja, ik dacht als ze ze hebben, dan kijk ik wel even. Maar... als het kind in de box ligt. Zou wel heel leuk zijn. Ja, als het 10 euro is, maar ik ga er geen 30 euro voor betalen. Nee. Misschien een leuk cadeautje. Ja, een leuk cadeautje, maar voordat het kind gaat als het kruipen. Als het geboren wordt, ja. Oh ja, dan bewaar ik het mooi. Ja, tuurlijk. Ik weet niet of ze de vlogs kijkt, volgens mij wel. Okay. Suus, je hebt niks gehoord. Niks en alles. Niks gehoord. Oké, maar ik heb zelf niks nodig, dus hou me tegen. Zo, waarom ga je mee dan? Nou ja, gewoon voor jullie je en voor Hidde. Ja, en... je weet nog nooit wat je doet. Nou, ook. Als ze echt 25 euro zijn misschien. Oké, okay. Heb je ook een bepaald bedrag van je hoofd? Nee, ja, 25 euro. Oh, dat is meer dan ik. Oh, jij komt er wel. Jongens, de stand van zaken. Ella heeft 3 paar en kan niet kiezen. Nee. Ella kan niet kiezen. Die witte worden natuurlijk wel vies. Deze worden sowieso worden. Het zo'n t-shirt okay. Heel erg lekker. Oké. Okay. En dit zat goed voor papa of niet? Ja. Oh, dat is wel fijn. Wat kostte die? Heel erg wat ze nu aan heeft. Ja, maar ja, die zijn helemaal versleten. Oh, niet duur ook. Deze waren 35, 50 en 50. Wel dure schoenen vandaag en geen extra kortingen. Nee, is dus niet derde paar gratis? Nee, Ellie. Nou, 200 euro armer. Maar wel gelukkig. Alle 3 genomen. Het zijn 5 paar schoenen, ja? 9 van Martin. Mama is echt verwend. Ja, ik ben echt verwend. En ik heb niks genomen, dus ik ben ook trots. Maar je hebt me wel heel erg geholpen. Ja, eerlijk. Ik was daar zelf nooit uitgekomen. Ik had er kunnen gaan werken.
Werkelijk, jij bent er al zo vaak geweest. Personal ik zag door de bomen, het bos niet meer. Nee, ik trok gewoon eerst alle Nike Air eruit, want ze wilden graag Nike Air. Dus dan ga ik eerst gewoon langs en dan kijk ik naar normale kleuren. Want ik dacht, ja, pimpelpaars, dat vindt ze waarschijnlijk niks. En daar ben ik nog een keer teruggegaan. En heb ik gekeken naar de prijs en heb ik nog alle goedkope schoenen eruit getrokken. Ja, echt heel goed. Wil je het achterin leggen? Ik weet niet of dat nog past. Nee, gewoon op de bank. Kom wel op de achterbank. Nou, dat was leuk. Dat was echt heel gezellig. Ondanks dat ik zelf niks gekocht heb, vond ik het gewoon echt heel leuk om voor hun te zoeken. En het was echt een moeilijke dag. Ik heb nog nooit zo moeilijk meegemaakt. De meeste schoenen waren 50 of 70 euro. En er komen daar dus zeg maar echt iedere dag nieuwe schoenen binnen. Dus je weet niet hoe duur of hè, je weet alleen het is wel goedkoper dan normaal. Maar ik heb meestal geluk dat dan de vrouwen ook 30% korting nog is. En dat er dan echt schoenen van 35, soms zelfs 25 of zelfs 12,50 tussen zitten. Maar nu was het echt allemaal best wel prijzig. Maar mijn vader heeft uiteindelijk wel 2 paar van 35 nog kunnen scoren. Dus dat is wel super fijn. Nou, mijn moeder 3 paar, dus die heeft helemaal niet te klaren. Maar dan wel 2 van 50 en 1 van 35. Maar ik ben in ieder geval gewoon blij dat ze goed geslaagd zijn. Want ik voel me dan toch een soort van een beetje verantwoordelijk dat ik wil dat zij slagen, weet je wel. Omdat zij daarheen gaan, omdat ik zeg dat het zo leuk is en goedkoop. Dus, maar nu ga ik naar Goedriek. Ik hoop dat hij ondertussen wakker is, maar het lijkt me toch wel, want het is volgens mij 1:30 al. En dan kunnen we mooie boodschapjes doen en ik heb echt super, super erg trek. Mijn ouders stonden dus bij de kassa en die zeiden, vroeg zij, wil je de dozen mee? Dus mijn ouders zeiden, nee, dat hoeft niet. Ik zeg, misschien 1 doos voor Ginny, want zijn doos is, nou ja, jullie hebben het gezien, ondertussen echt niet meer waard. En toen zei ze, dit meisje achter de kassa, echt vet lief. Oh, dan moet je die witte doos nemen, want die is sterker. Ik kan u vertellen, hij staat 3 seconden op de grond. Ginny heeft hem al gevonden. Vind je het wat? Matcht wel beter bij het interieur, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan ga ik die andere weggooien, oké? Okay? Goed, schat? Vind je goed, schat? Ja. Hallo, jaloerse poes. Ik heb even een andere broek aangetrokken. Want die broek die ik aan had, superleuke broek. Oh, die heb ik in de was gegooid natuurlijk. Hey, dit is echt een beetje een pyjama outfit. Oh. Ja, jij. What? Nou, het ziet er een beetje uit als een pyjama. This doesn't look like a pyjama. Yeah, it does. No, it doesn't. Oh, nou, oké. Okay. Maar dat was zo'n nep lederen broek en ik zweet me helemaal kapot. Dus ik heb hem toch even omgewisseld voor gewoon een jeans. En ik heb me wel ingesmeerd, maar wel iets te laat, vrees ik. Godzijdank doe ik mijn camera weer normaal. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar laten we hopen dat het niet meer terugkomt. Ik heb ik heb hem nu 1,5 jaar. Volgens mij, ja, ik heb hem volgens mij in januari gekocht. Nou ja, 1,5 jaar geleden dan. We gaan boodschappen doen. Nou, en ik vind, mijn vader, ik zei nog tegen mijn vader, ja, maar het is wel iets wat ik elke dag gebruik. Dus ik kan me wel voorstellen. Hij zegt nou, voor een camera van 500 euro moet hij echt wel langer dan 1,5 jaar meegaan. Dus laten we hopen dat het ook zo is. Niet zo heel veel in de verspillingsbak, vooral weer taart. De boodschapjes. We hebben roasted pork, kipfilet, scones en clotted cream. Oeh, dit is ook weer een spannend yoghurtje. Dat heeft Goedriek uitgekozen. Ik had weer zin in cornflakes. Dan hebben we een nieuw sausje. Caramelized onion en bacon. Klinkt lekker. Chocola, kruiden, kaas, pesto, peper. Pasta, lasagne, ravioli. Lasagne. Ravioli. Ah. Dan hebben we de lekkerbag. Die wilde ik een keer uitproberen. Die zien er op een of andere manier wel echt lekker uit. Fuck, I need to go to the kruidvat. Dan hebben we tarwe gepoft. De wafels. Croissantje, frikandelbroodje. Melk. Ik heb boontjes, meloen. Avocado, nectarines, ui. Druiven, deze is al weer half op. Mooncracks, pittig in ieder geval. Volgens mij zijn dit pruimen.
Dan hebben we komkommer, selderij, eieren, rode uien en bananas. Dames en heren, ik verdien strafpunten. Ik was even naar de Kruidvat, want ik was een aantal dingen vergeten. Gewoon helemaal niet meer naar de Kruidvat geweest, daar had ik niet aan gedacht. En ik had wel mijn camera bij me, maar er zat geen kaartje in. Het leuke was, ik kreeg een gratis waterkan cadeau. En er stond een oude vrouw voor mij. Ik denk echt, nou ja, misschien nog wel ouder dan mijn opa en oma. En zij zegt, maar waarom dan? Dus dat echt een jong meisje achter de kast. Die zegt, ja, dat geven we cadeau bij iedereen die nu vandaag bij iets bij de Kruidvat komt. Maar waarom dan? Je ziet op mij zitten, maar ja, weet ik niet. Ze zegt, dat is een actie. En ja, vrouw, nee, dat wil ik niet. Die was gewoon in de war. Die dacht, ja, waarom geef je dat gratis weg? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel blij mee, want wij hebben er geen één. Nou, drink ik eigenlijk altijd water uit mijn fles. Maar weet je, als je een keer eten hebt of zo. De toiletblokken waren weer 5 voor 5 euro. Airwick dit keer. En ik heb allemaal dezelfde geur, want deze rook echt bizar lekker. Wat is het? Oh, blauw water. Nou, je krijgt er blauw water van. Ik vind het helemaal best. Dan heb ik ook nog, waarvoor ik eigenlijk ging, mijn allergiepilletjes en een nieuwe mascara. Dat werd tijd. En dan wil ik mijn oude mascara schoonmaken in kokend water. Zodat ik gewoon een borsteltje heb. Want soms wil je gewoon een los borsteltje. En een lenzendoosje voor Goedriek. En dat is het. Was toch 20 euro bij elkaar. Oh, en een bakje kauwgom, maar die heb ik in de auto gelaten. Maar ik zat in de auto echt te rekenen van, hoe kan dat 20 euro zijn? Maar uiteindelijk klopt het wel. Het zijn gewoon allemaal kleine bedragen die je bij elkaar optelt. En dan is het ineens meer dan je dacht. Wel allemaal dingen die ik nodig had. En een gratis waterkan, dus je hoort mij niet klagen. Er komen lekkere luchten uit de keuken. Hoi. Hallo. Daar is niemand. Laat zien of je het hebt. Dit is knoflook, ui en peper. En wat stop je er nu dan nog doorheen? Een bouillonblokje. Ja. Oké. Okay. Want we eten vanavond de verse pasta. Dit is dus, als mijn vriend de koelkast inruimt, dan zit er geen, en met geen bedoel ik ook echt geen enkele structuur in. En hier is de pasta. Ik ben heel benieuwd. Het is gehuld met bolognese gehaktsaus en roomricotta. Ik heb wel echt super erg trek. Ik heb deze standaard voor hem gefixt. Dit is dus eigenlijk een draadloos oplader. Maar hij wilde bellen met zijn broer terwijl hij aan het koken was. Dus ik zei, als je hem nou op die standaard zet. Inventief die vrouw. Niet normaal. Ik ben echt een softie. Want ik wilde gaan stofzuigen. Maar ik weet dat op het moment dat ik hem aanzet. Dan Ginny heel bang gaat wegrennen. En hij is zo aan het genieten van zijn doos dat ik het hem niet aan kan doen. Hij ligt wel gelijk alleen nog maar in die. Dus is mooi. Want dan ga ik die andere ook wegdoen, denk ik. Nou ja, nou ligt tijger ook wel, ze liggen ook wel veel tegelijk in een doos, maar het is hier geen dozenfestijn. Of is het hier wel een dozenfestijn? Hier wat jou betreft wel. Oh, ga je nou weg? Heb ik dat gedaan? Nee, hij blijft toch zitten geloof ik. Ja, hij ligt alweer. Ik ben helemaal gesloopt van deze heerlijke dag. Ik heb heerlijk gedoucht. En ik vond het moeilijk om naar onderuit te komen. Ik stond echt zo lekker te douchen. Maar nu ga ik lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.